De staat heeft tot nu toe 7300 aanvragen voor grondconversie goedgekeurd. Zo verklaarde minister Dinota Forswijk van Grondbeleid en Bosbeheer tijdens een openbare vergadering in de Nationale Assemblée. Van deze aanvragen zijn er 4017 afkomstig van natuurlijke personen en 3229 van rechtspersonen. Dat moet in totaal een waarde opbrengen van 143.821.162 Surinaamse dollar opbrengen. Indien alle goedkeuringen volledig en direct afgehandeld zou worden, zou de staat ongeveer 1 december 50 miljoen ontvangen. Echter moeten wij rekening houden dat niet alle goedkeuringen leiden tot direct of onmiddellijke conversie. De geldigheidsduur van de beschikking voor grondconversie is 1 jaar. De informatie die wij hebben vanuit het ministerie van Financiën tot heden, dus tot 8 november, was er een bedrag van 31.161.250 Surinaamse dollar al ontvangen. Ook ging de bewindsvrouw in op het plan van de regering om grondconversie, die oorspronkelijk bestemd was voor percelen tot 2500 vierkante meter, te verruimen naar 2 hectare. Ze benadrukte dat dit slechts een voorstel is. Ten aanzien van de kritische noten over dat concept staatsbesluit welke momenteel bij de staatsraad ligt voor goedkeuring, kan ik slechts aangeven dat het nog steeds een voorstel is om de oppervlakte te brengen naar 2 hectare. En ook dat ook andere bestemmingen behalve bebouwing ook goedkeuring zullen krijgen. Dus ik stel voor dat wij zullen wachten op het besluit van de staatsraad. De regering heeft vorig jaar het besluit genomen voor grondconversie. De regering heeft plannen om meer geld te verdienen door grond aan burgers te verkopen.